Inloop aan de A is uitgekozen als pilotlocatie voor de automatische koortsdetectie. Dat is een samenwerking tussen Mensis Zorgkantoor, Fever Detection Nederland en Thuisteam Twente. Wij als van het inloop aan de A vinden we het belangrijk om hier aan mee te doen, omdat we in de periode dat de corona toesloeg in Nederland hebben gemerkt wat het met mensen doet als dagactiviteiten stoppen. Eenzaamheid nam hand over hand toe. Mensen konden de deur niet meer uit en verloren ook de sociale contacten. En je hoort wel eens van eenzaamheid is ook erg. Ja, we hebben ook inderdaad de verhalen gehoord van mensen die inderdaad maanden opgesloten hebben gezeten in hun woning en echt eenzaamheid hebben meegemaakt. Dus we hebben er alle belang bij dat als er weer corona komt, dat we dan ook inderdaad in staat zijn om de activiteiten en de andere deelnemende partners hier zoveel mogelijk door te laten gaan. En wij hopen dat de automatische koorddetectie daar een bijdrage in kan leveren. Eigenlijk is het zoals de afgelopen maanden ook al veel gedaan werd. Je houdt de temperatuur in de gaten en 38 graden is dan een eikpunt. De beelden worden niet opgeslagen, er gebeurt verder niks mee. Maar het is puur de signalering van heb je een temperatuur hoger dan 38 graden. Nou, dan hebben we daar een protocol mee afgesproken dat er altijd nog een tweede test zal plaatsvinden. Dat is gewoon met een medische thermometer. En ja, als er dan 38 graden wordt geconstateerd of hoger, dan moeten we iemand toch verzoeken om hier naar buiten te gaan. We geven dan ook een formuliertje mee waar het telefoonnummer van de GGD op staat. En we adviseren dan dringend om daar een afspraak mee te maken. Wij houden geen naam en adresgegevens bij. Wij gaan ook geen namen doorgeven aan de GGD. Het enige wat we bijhouden is het aantal mensen wat geconstateerd wordt met een verhoging. En dat is met streepjes, dus geheel anoniem. Wij zijn hier op dit moment bezig met het opbouwen van een koortsdetectiepoort voor een pilot met het Mensis Zorgkantoor en Thuisteam Twente. Het doel is om hier een koortsdetectiepoort te installeren waar zometeen hierbovenin een camera komt. Dat is een zogenaamde thermische camera. Deze camera die meet op afstand de temperatuur van iemands voorhoofd. En dat doet hij met een precisie van 0,3 graden Celsius. Daarmee kun je dus bepalen of iemand wellicht verhoging heeft of wellicht zelfs koorts heeft. Hoe is dat voor jou dat ze nu van die poortjes gaan maken, zodat ze de temperatuur kunnen meten? Dat is wel een goede zaak, denk ik. Dan weet je meteen of iemand koorts heeft of niet. En als je dan hoort dat je koorts hebt, wat ga je dan doen? Nice. En ga je ook naar de GGD? Ja, zal moet, toch? En hoe vind je dat er zo'n poortdetectie komt? Nou, dat vind ik heel goed. Maar met akkoord. En dan ga ik naar huis, dan kan ik weer 3 maanden thuis zitten. En dat vind ik niet zo leuk. Maar ook met die corona, ja, omdat ik nog wel goed wat baat ben. Kijk, en heeft Gert gezegd, daar wil Gert liever voorkomen.